Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en vandaag is het een Joint Politics. Dus Anaïs, aan jou het woord. Ja, goedemiddag, daar zijn we weer. En especial para la gente que están escuchando esta vez también a España, Venezuela y Brasil, aunque eso es portugués. Bienvenido. Bueno, si escucha muy tranquilo, va a entender. Maar parece que sí. En voor de Nederlanders, nou, daar zijn we dan. Hè? En we gaan het hebben over het Europarlement. En we hebben hier twee gasten die allebei gaan als kandidaat voor het Europarlement. We hebben Raquel. Stel jezelf even voor. Goedemiddag, ik ben Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Dus een hele mouthful. Ja. En ik ben kandidaat voor D66 voor het Europarlement. En de heer naast haar? Ik ben Reinier van Landschot. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben 29, woon in Amsterdam en ben kandidaat voor het Europees Parlement voor de nieuwe Europese partij Volt. Vertel er even wat over, want ik denk niet dat Volt erg bekend is bij een hoop luisteraars. Nee, nog niet, maar er gaat spoedig hopelijk verandering in komen. Oh, is dat een dreiging? Zeker niet, zeker niet. Kijk, 2 jaar geleden, na de Brexit, kwamen er een paar jongeren, twintigers uit heel Europa samen. En die zeiden tegen elkaar, als we de grote problemen van vandaag op willen lossen, weet je, klimaatverandering, goed migratiebeleid, als we dat willen, dan moeten we meer Europees samenwerken. Maar we zien eigenlijk een groeiend nationalisme. Dus wat kunnen we daartegen doen? Laten we de eerste Europese politieke partij beginnen. En die partij is Volt. En in de afgelopen 2 jaar is het uitgegroeid tot een beweging die in alle landen van de EU actief is. Met allemaal mensen met een gemiddelde leeftijd van 30... die op een positieve manier kijken naar Europa om die grote problemen van vandaag echt op te gaan lossen. Mooi. En Raquel, kan jij wat vertellen over jouw partij? Ja, mijn partij is D66. Wij zijn een stukje ouder dan Volt. Wij delen heel veel van dezelfde idealen. Wij zijn eurofielen. Wij geloven in een sterk verenigde Europa. En wat voor ons belangrijk is dat we kijken naar de toekomst met optimisme en energie. Wij zijn heel bewust van alle uitdagingen en problemen die in ons zicht inkomen. Maar wij vinden wel dat als we maar een sterke verenigde front presenteren, dan kunnen we alle uitdagingen aan. Nu wel heel moeilijk, hè, op het moment met de Brexit en zo. Klopt, het is wel een moeilijk moment voor Europa. Maar ik denk dat Europa heeft bevestigd dat zij veel, veel sterker is dan velen hadden gedacht. Wij hebben de eurocrisis overleefd, wij hebben de migratiecrisis overleefd, wij hebben Brexit overleefd. We zijn meer verenigd dan ooit en zo gaan we door. Ja, en als ik daar iets aan toe zou mogen voegen, dan inderdaad, er gaat veel aandacht uit naar nationalisme en rechtsnationalisme, met name in heel Europa. Maar uit een peiling die wij recent hebben laten uitvoeren, blijkt nog steeds dat 70% van de Nederlanders ook denkt dat onze toekomst in meer Europese samenwerking ligt. Dus, hoewel daar veel aandacht naartoe gaat, zijn de meeste mensen het er wel over eens dat we in de huidige wereld, die zo geglobaliseerd is en waarin alles zo met elkaar verweven is, Nederland te klein is om de grote problemen van vandaag aan te pakken. Dus in die zin denk ik dat het wel meevalt hoe moeilijk het is. We moeten alleen zorgen dat er meer aandacht komt voor die positieve boodschap over Europa. Ja, ja. Sorry. Nee, ga maar even. Ons niet laten vergeten, wij hebben net verkiezingen in Slowakije, Oost-Europa. Nou, daar heeft een liberale vrouw de verkiezingen echt groot gewonnen. Dus niet alles is anti-Europees populisme. Er zijn ook positieve punten. En een van die positieve punten. Vandaag, vanochtend toen ik wakker werd, las ik in de krant dat dankzij de Europese Unie we een verbeterd ouderschapsverlof krijgen, ook in Nederland. Dus na de 2 dagen die waren opgehoogd naar 5 dagen voor mannen, komen er straks 2 maanden betaald ouderschapsverlof voor iedereen, dankzij de Europese Unie. Heel mooi. Alleen wie gaat dat betalen? De werkgevers. Ja, en hoe halen die het weer terug? Ik denk dat wij de afgelopen 30 jaar hebben gezien dat de koopkracht van de meeste mensen in
West-Europa en ook in Amerika niet is toegenomen. Dus dat er wat meer geld naar hen gaat en wat meer geld naar die werknemers, dat lijkt me alleen maar goed. Maar ben je dan niet bang dat, die werkgevers, die kunnen dan weer belastingaftrek krijgen? En dan komt het uiteindelijk toch op ons eigen bord terecht. Nou, ik denk dat dat niet per se hoeft. Want wat je nu ziet is dat de grote techbedrijven, Amazon, Google, Facebook, veel minder belasting betalen dan andere bedrijven. En dat is eigenlijk heel onrechtvaardig. En dat komt doordat we ons belastingstelsel, net als zoveel, nog nationaal hebben ingericht. En daarom wil Volt ook een Europees belastingstelsel voor dit soort grote bedrijven, een minimum van 15%. En dan gaan die bedrijven ook een eerlijke hoeveelheid belasting betalen. Dat vind ik heel mooi. Dus het afschaffen van de dividendbelasting is dus van de baan bij Volt. Ja, nou ja, kijk, wij richten ons vooral op Europese thema's. We zijn de eerste Europese partij. Dit zijn de eerste verkiezingen waar wij aan meedoen. Dus ik wil het eigenlijk niet eens over de dividendbelasting hebben, maar juist over die grote grens, over de scheidende thema's. Want die moeten geadresseerd worden. En daar hoort de dividendbelasting nu niet bij. Maar het is wel zo dat in de meeste landen dat grote bedrijven nog een belastingvoordeel hebben. Ja, dat komt doordat ze eigenlijk bedrijven vaak belastingvoordelen geven om in dat land zich te vestigen. En daardoor ontstaat er een race naar beneden toe. En die is eigenlijk ongezond. En doordat we vanuit een nationaal perspectief dit soort dingen benaderen, komen we niet verder. Een ander voorbeeld om dat duidelijk te maken. Als je kijkt naar kerosine, dat is de brandstof die in vliegtuigen gaat. De meest vervuilende brandstof die er is, samen met de scheepvaartindustrie, zorgt het meeste voor de klimaatvervuiling. En geen enkel land wil als eerste kerosine gaan belasten. Want het wordt nu niet belast, wat heel vreemd is. Geen enkel land wil dat als eerste doen, want dan zeggen ze, dan ondermijn ik mijn eigen vliegtuigindustrie. Ja. Maar als je dat met heel Europa zou doen, dan zou je snel stappen kunnen maken. Precies, daarom wil D66 bijvoorbeeld een Europese CO2-heffing gaan invoeren. Gisteren heeft mijn collega-kandidaat Raoul Bouke een heel mooi artikel hierover in de Trouw gepubliceerd. En juist om te voorkomen dat bedrijven gaan kopen per land waar het voordeliger is om te kunnen CO2 uitstoten. Wij willen dat dit Europees aangepakt wordt. Dat is wel hartstikke mooi. Alleen heb ik wel een vraagje. Met die CO2-uitstoot, die belasting daarop, dan zijn het de mensen die één keer per jaar ooit eens op vakantie gaan. Dat zijn niet de rijkste mensen. En die worden dan in principe weer zwaarder belast dan de grote bedrijven die de wereld overvliegen en die er zelfs nog belastingaftrek voor krijgen. Bedoel je met een vliegtax? Met een vliegtax, ja. Nou ja, dat is inderdaad. Hoe meer je vliegt, hoe meer vliegtax je gaat betalen. Wij zouden wel moeten kijken of we die belastingstelsel op zo'n manier kunnen inrichten dat de kleinere inkomens ook andere voordelen krijgen. Mm-hmm. Maar ja, in belasting en vliegtax niet hetzelfde voor alle gebruikers is, lijkt me heel moeilijk om in te voeren. Dat lijkt me ook heel moeilijk. Nou, laten we dan meer treinen in gaan zetten. Wat denken jullie daarvan? Sowieso. Ja, absoluut. Sowieso, dat lijkt me een begin. Als je nu al ziet dat die Europese treinnetwerken per land zo slecht op elkaar zijn aangesloten, dan is het en duurder en duurt het veel langer. Ja. Dus daar zou je een groot Europees systeem van treinen moeten hebben, dat alle korte vluchten eigenlijk beter per trein kunnen worden gedaan. Maar dan moet het wel goedkoper en minimaal net zo snel zijn eigenlijk als de vliegtuigen. Ja. Als ik mag een persoonlijk voorbeeld geven. Mijn ouders, als ze van Spanje naar Nederland willen komen, nou, ze vliegen niet. Ze willen met de trein komen. Ze moeten soms tot 4 keer meer gaan betalen dan als ze gingen vliegen. Ik bedoel, wij hebben het over honderden euro's verschil. Ja. En een veel langere reis. Maar en overstappen waarschijnlijk. Overstappen 2 keer. Ja. In Frankrijk is in principe hoge snelheid, of de verbinding tussen Barcelona en Parijs is in principe hoge snelheid. Maar in de praktijk niet. Want je gaat met een normale trein tot een Montpellier volgens mij. En dan pas begint het hoge snelheid. Ja. Dus het is gewoon niet logisch ingezet. En daarom blijven mensen vliegen. Ja. Ja, eigenlijk een vraagje tussendoor. Wat ik vaak heb gemerkt is als er op Europa beleid wordt gemaakt, dat er heel veel landen zijn die het aan hun laars lappen. In principe, als je bijvoorbeeld gaat kijken, universeel rechten van de mens, dergelijke, dat soort dingen, daar wordt heel vaak een beetje nonchalant over gedaan. Wat gaat er eigenlijk mis volgens jullie? Ja, wat er misgaat is dat de meeste politici
omdat ze alleen maar landelijk verkozen worden en landelijk verantwoording afleggen, alleen maar kijken naar het belang van hun land. En daarom soms gewoon letterlijk regels aan hun laars lappen, de EU de schuld geven voor dingen die de EU helemaal niet heeft gedaan, of voor afspraken die ze zelf hebben gemaakt. Ja. En we zijn eraan toe om onze hele maatschappij en hoe we die inrichten naar de 21ste eeuw te trekken. Waarbij we politici hebben die naar het Europees belang gaan kijken. En doordat de regeringen een dominante rol spelen van de verschillende landen, spelen de mensen in die landen eigenlijk een veel kleinere rol. Daarom wil Volt ook een veel verdere politieke integratie, zodat je een Europese regering hebt die is gekozen door alle Europeanen met een Europese president. En dan zorg je ervoor dat de wil van alle mensen in die landen door wordt vertaald naar beleid, in plaats van dat het landelijke zo domineert. Ja, en daar is D66 mee eens. En wat we vinden is dat mensen vergeten dat Europarlementariërs die vertegenwoordigen niet het belang van het land, maar het belang van alle Europeanen. En ik denk, en ik wil dit heel duidelijk zeggen, mijn collega D66ers in het Europees Parlement, die zijn heel diep betrokken bij thema's die niet per se van belang in Nederland zijn, zeg maar de rechtsstaat in Polen of rechtsstaat in Hongarije. Ja. Dat doet ze heel goed. Sophie in het Veld, die blijft vechten voor de rechten in Oost-Europa. En ik denk dat dat boodschap moeten we verder gaan uitdragen in Europa. Van wij zijn hier voor jullie allemaal, voor alle Europeanen. Ja, ik vind ook dat zij daar ontzettend goed werk doet. En natuurlijk zijn er thema's waarop naar het hele Europese belang wordt gekeken. Maar als puntje bij paaltje komt, gaan ook die Europarlementariërs voor hun nationale belang, omdat daar de mensen zitten die hen hebben verkozen. Dus dan hebben wij hier discussies over de pulsvisserij, ja, die vanuit een Nederlandse perspectief oneerlijk voelen voor de Nederlandse pulsvissers, maar voor de hele grote groep Franse vissers voelt dat pulsvissen weer oneerlijk. En nu pak ik eigenlijk bijvoorbeeld de onderwerpen bij, laten we zeggen van wij als Nederland, wiet. Is wat er heel veel aan waarde aan hecht. En als er ineens een grote Europese regering zegt en zeggen, hey jongens, de kapper daar nou mee, is klaar. Dat soort angsten bestaan. Wat is eigenlijk jouw antwoord daarop? Mijn antwoord daarop is dat een onzinnige angst is. Kijk, waar wij snel op moeten doorgaan is op de thema's die we alleen op kunnen lossen als we echt Europees samenwerken. Dat zijn, als je het mij vraagt, 5 thema's. Ik weet 5 is een beetje veel, maar ik ga ze toch even een hoog tempo opnoemen. En daarna val ik je in de reden. Yes. Oké, allereerst, we lopen zwaar achter op het gebied van technologie. Ten opzichte van de VS en China, Europa moet veel verder investeren in technologie. Het tweede is veiligheid. We zijn niet in staat onze eigen broek op te houden als het aankomt op veiligheid. Dus moeten we toewerken naar een Europees leger, want alleen samen staan we sterk. Derde is migratie. We kunnen een goed migratiebeleid creëren wat humaan is als we op een andere manier samenwerken. Het vierde is de groeiende ongelijkheid in de wereld. En de laatste is klimaatverandering. Op die 5 thema's moeten we heel snel veel meer samenwerken. En om dat te kunnen doen, heb je die politieke integratie nodig. Maar of wij wiet wel of niet moeten legaliseren, ja, dat hoeft voor mij daar niet bepaald te worden. Nou, dan ga ik even wat anders zeggen, want Riens Hofstra zegt dan weer, of jullie begrijpen dat als nobodies verkozen kunnen worden op basis van de landelijke politieke situatie na ondemocratisch provinciale statenverkiezingen en dat we ooit ondemocratisch het ondemocratische EU-bolwerk kunnen zijn. Dus met andere woorden, als figuur die niet democratisch zijn, verkozen worden als EU-vertegenwoordigers, dat we dan, zeg maar, zoals Baudet en Wilders, dat we die in het Europarlement hebben en die daar de boel kunnen gaan uitmaken. Wat dan eigenlijk een heel groot gevaar is voor heel Europa. Nou, ik denk dat wij moeten goed onderscheiden tussen wat wij als individuen of mensen, burgers, denken dat de mening van iemand meer of minder democratisch is. Dat is één kwestie. De andere kwestie is of ze op democratische wijze gekozen worden. En ik denk dat in Nederland zeker hebben we een zeer sterke democratisch systeem die toestaat dat alle partijen die dat willen en volgens de regels spelen, die kunnen gekozen worden. En dat hebben we net gezien in de provinciale staten. Mm-hmm. Dus ik denk dat het lijkt me heel gevaarlijk om te zeggen, deze zijn ondemocratische gekozen of ondemocratische figuren. Maar vind je democratie niet gevaarlijk op een gegeven ogenblik?
Nou, het probleem als je alleen een democratie zou hebben, is dat dan altijd de meerderheid kan bepalen en dat dat ten koste kan gaan van minderheden. Ja. Maar we zijn niet alleen een democratie, we zijn ook een rechtsstaat. Precies. En daarin zorg je dat die belangen goed tegen elkaar worden afgewogen. En wat echt een gigantisch gevaar is, is de landen waar, ook al is daar een democratisch verkozen leider, die rechtsstaat wordt afgebroken. En daar is Hongarije eigenlijk het beste voorbeeld van. Daarom is Volt ook voor, als dat gebeurt in landen, voor hele strenge sancties. Wat je ziet is, als je lid wil worden van de Europese Unie, dan heb je een aantal criteria waar je aan moet voldoen. Nou, dat zijn hele goede, duidelijke criteria, ook over die democratische rechtsstaat. En zodra landen lid zijn geworden, hebben ze dus even aan die norm voldaan, dan gaan ze dat vaak weer afbouwen. Dat zie je in Roemenië, in Polen, in Hongarije. Ja. Dat moeten we sterk aanpakken. En wij willen dus ook die landen financieel straffen en ervoor zorgen. Sancties opzetten. Sancties opzetten, zeker. Die sanctieprocedures, en zeker procedures gerelateerd aan artikel 7, die zijn, of voor die niet heel erg goed bekend met de verdrag zijn. De sanctie en de infraction procedure binnen de Europese Unie. Ja. Dus als iemand over de streepje gaat, dan gaat de Europese Unie optreden en zeggen van jongens, hier moeten jullie stoppen, dit mag niet. En die economische factor is een hele belangrijke. Hier ben ik volledig met Renier en Volt eens. En wij moeten durven, als Europees Parlement, als Europese Commissie, alle Europese instellingen moeten veel meer durven zijn en zeggen, nee, dit mag niet. En hier wil ik expliciet benoemen, de Europese Volkspartij zou veel harder moeten gaan optreden tegen de likes van Orbán en de partners. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind ook dat Judith Sargentini fantastisch werk heeft gedaan. Wat nu opvallend is, is dat dus die artikel 7-procedure dat zegt, oké, we gaan jullie sancties opleggen. Die is in gang gezet door een meerderheid in het parlement. En die moet dan door de Europese regeringsleiders, die samenkomen in een groep die de Europese Raad heet, moet dat worden uitgevoerd. Maar omdat iedereen daar een veto heeft op dit soort belangrijke thema's, wordt dat niet uitgevoerd. Dus in de praktijk, ook al willen mensen en wil de meerderheid van de Europese bevolking niet dat die sancties, of wil wel dat die sancties komen, het gebeurt niet. En dat is een perfect voorbeeld van hoe dus nationale regeringleiders in een ondoorzichtig proces, achter een kamer, niet transparant, geen keuzes kunnen maken. En de macht zou weg moeten bij die regeringen en terug moeten naar de Europese mensen. Want als je een echte Europese democratie hebt met Europese partijen zoals Volt, dan kan je ervoor zorgen dat de meerderheid van de bevolking, de ruime meerderheid die vindt dat Hongarije sancties moet krijgen, dat dat ook gaat gebeuren. Ja. Nou, ik wil je even wat vragen. De EEG die is ooit de Economische Unie is ooit opgericht wegens het niet meer oorlog willen. Wegens wat er toen gebeurd is in Wereldoorlog 2. Maar als je nu ziet dat populistische rechtse partijen zoals van Frankrijk of van Duitsland en zelfs van Nederland, dat die nu in het Europarlement zitten. Is dat niet elastiek? Wordt het niet steeds meer opgerekt? Nou, ik denk dat wij heel voorzichtig moeten zijn met het. Niet voorzichtig, wij moeten met veel zorg kijken naar waar onze vrijheden verworven zijn en dat nooit meer kwijtraken. Ja. En dat geldt ook voor onze ideaal van vrede. Ik vertel het altijd, mijn oma en mijn opa in Spanje hebben de burgeroorlog meegemaakt. Even, dat was tegen Franco, voor de luisteraar. Ja, klopt. Ja. Dus ze woonden allebei in Madrid of vlakbij Madrid. Dus ze hebben echt het slechtste van de oorlog meegemaakt, 3 jaar lang. Na de oorlog was Spanje geïsoleerd, ook van Europa, voor heel lang, 40 jaar lang. En voor mijn oma en opa, wat ze altijd vertelden is, wij willen graag dat wij bij Europa gaan horen, omdat dat betekent ook voor altijd vrede. Mm-hmm. Na de inrichting van de Europese Unie, ook in Spanje, werd dat gezien als, kijk, die landen hebben niet meer oorlog. Wij hebben hier nog een dictatuur. Toen de dictatuur niet meer was, ze wilden heel graag bij de Europese Unie blijven, horen en blijven, omdat het garantie van vrede was. En ik denk dat is wat wij moeten koesteren. En ik vind niet dat extreemrechtse partijen een bedreiging per se is voor vrede. Ik vind wel dat wij moeten kijken dat zij bij de spelregels blijven spelen.
Ja, en dat is nou juist het probleem. Als je kijkt na 1940-45 was een heleboel verboden in heel Europa. Er mochten geen tekenen van nazi kruisen, hakenkruisen en dat soort dingen. Er mochten ook geen clubs opgericht meer worden die zeg maar op nazi's gestoeld waren. En nu zie je dat die opkomst eigenlijk alweer een beetje, ik wil niet zeggen gelegaliseerd, maar dat men toch een beetje makkelijker erover denkt. Ligt dat misschien aan de generaties die erna gekomen zijn die het niet meegemaakt hebben? Dat men daar niet bang voor is? Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Maar ik vind het een beetje te ver gaan om dat groeiend nationalisme direct te vergelijken met zeg maar de nazi-Duitsland. Want dat ging nog wel veel verder. Die mensen die riepen echt op tot geweld en zo. En dat hoor ik de nationalisten van vandaag niet doen. En ik denk dat als we hen op die manier weg blijven zetten, dat we ze steeds meer wegduwen, terwijl je in dialoog moet blijven. Want wat ik heb gemerkt als ik op straat met mensen spreek, is dat ook mensen die op bijvoorbeeld FVD of PVV stemmen, dat de redenen waarom zij dat stemmen, daar liggen vaak hele legitieme redenen aan ten grondslag. Alleen vind ik de oplossing waar zij voor kiezen, gewoon tegen alles zijn, is niet de juiste oplossing. Dus als je wil dat je problemen echt opgelost worden, dan moet je juist de partijen als Volt stemmen die constructief bezig zijn en het zoeken naar die grotere oplossingen. Maar ik begrijp wel waarom mensen zich ongerust maken en denken van, hé, het huidige systeem is niet in staat om de problemen voor mij en mijn kinderen straks op te lossen. Dus er moet iets gebeuren. Ja, ik denk dat het belangrijk is om nogmaals onderscheiden tussen bepaalde ideeën van de leiders of de bewegingen en de stemmers. Want net zoals Renier net zei, ja, ik heb ook stemmers van PVV en Forum binnen mijn vriendenkring of kenniskring. Nou, ik ga niet zeggen dat die mensen fascisten zijn of gelijk aan Hitler of andere zulke bewegingen zijn. Ga ik nooit zeggen, ga ik nooit doen. Lijkt me niet waar. Nou ja, het zijn vaak teleurgestelde mensen ook, maar die eigenlijk niet goed weten. Want ik zag vandaag iets voorbij komen dan van een van de partijen die dan weer heel erg inging tegen de regering over ziektekosten en dienstdergelijke. Maar ze hebben er wel mee ingestemd in het parlement. En dat vind ik dus volksbedrog. Maar goed. Ja, helemaal mee eens. Ja, dat soort dingen zijn bizar. En dat ik ben blij dat je het benoemt. Ja, en ik denk dat wij moeten veel meer over de inhoud gaan praten. Wat stellen deze partijen echt voor? Ik heb een berekening gezien van het programma van Forum voor Democratie. Nou, dan krijgen we een tekort van 76 miljard euro per jaar als we alle hun voorstellen gaan uitvoeren. Ja. Waar zijn hun voorstellen voor die China-strategie? Waar zijn hun voorstellen voor een nieuw scenario na Brexit? Misschien zijn one-issues partijen. Nee, nou goed, maar daar moeten we dialoog aangaan. En wij moeten meer op de inhoud en niet zozeer om de imago. Ik kan wel speculeren wat ze gaan zeggen. Waarschijnlijk een muur om Nederland heen bouwen. En Groot-Brittannië gaat ervoor betalen. Dat is ik heb een beetje inspiratie uit Verenigde Staten gehaald. Ja, dat heb ik nooit gezegd. Nu even wat anders. We hebben een kleine poll gedaan tussen onze luisteraars. Leuk. En we hebben gevraagd, wil u in de EU blijven, uit de EU stappen, de EU hervormen? Of ik weet niet. Nou, 138 mensen hebben gestemd, waarvan 43% toch in de EU wil blijven. 19% wil eruit. En 36% wil de EU hervormen. En ik denk dat die eerste en die derde overlap hebben. Ja. Ja. En dat is een belangrijk punt voor D66. En ik denk dat daar wij heel duidelijk zijn. Wij zijn de Europa-partij en dat willen we blijven. Maar we willen ook serieuze hervormingen. Wij willen dat het parlement meer macht krijgt. Wij willen transnationale kieslijsten, zodat alle Europeanen op andere Europeanen kunnen stemmen, ongeacht waar ze zitten. Mm-hmm. Wij willen een gekozen commissievoorzitter. Ja, daar ga ik je even over vragen. Want Raquel, in het programma van jouw partij staat transnationale kieslijsten. Kan je dat even uitleggen aan de luisteraar precies wat dat is? Ik ga mijn best doen. Een transnationale kieslijst is dat een kieslijst hoort niet alleen bij één land, maar er is één kieslijst voor één partij die op welke alle Europeanen mogen stemmen. Dus stel, ik ben Spaans, maar ik zit in Nederland en ik ben nu kandidaat voor een Nederlandse partij. Maar in onze visie, in onze droom, zouden we een D66 waarop alle burgers in Europa, ongeacht waar
ze zitten of welke nationaliteit ze hebben, zouden mogen stemmen. Okay. En het leuke is dat, dat Volt eigenlijk al zo'n partij is. Want D66 is inderdaad de Europa-partij in Nederland, maar wij zijn Europa zelf. Volt is de enige partij die echt Europees is. Hebben jullie Britten erin? Ja, 500 Britten hebben we ook erin. En wat doen jullie daarmee na de Brexit? Ik denk dat zij zich blijven inzetten voor terug toetreden tot de Europese Unie. En dan zich aansluiten bij, weer volledig aansluiten bij de EU eigenlijk. En zo zie je dat die boodschap van Volt en de idealen waar wij voor staan, die vind je in heel veel verschillende landen terug, eigenlijk in elk Europees land. En ik denk ook dat aangeeft dat de denkbeeldige lijnen die wij ooit op een landkaart hebben getrokken, die we onze grenzen noemen, dat is in zeker voor de generatie waar ik voor sta, weet je, de mensen van 30 en jonger, je stelt die lijn eigenlijk helemaal niks meer voor. Nee. En mag ik iets vragen? Ja, oké. Als jullie het parlement in komen, hebben jullie al een groep gekozen? Nou, ons doel is om als Volt in het Europees parlement te zitten. Want de partijen die je nu hebt in het Europees parlement, als ik mensen op straat vraag van, joh, heb je ooit gehoord van de EVP of ALDE of de SND? Dan zegt iedereen, hè, wat zijn dat? Geen flauw idee. En als je dus de Europese democratie dichter bij de mensen wil halen, dan moet je er ook voor zorgen dat de partij waar zij op stemmen ook op die manier in het Europees parlement zit. En bij ons weet je dat wij ons aansluiten bij de rest van Volt, die overal in Europa hetzelfde partijprogramma hebben, onder dezelfde naam actief zijn en ook op die manier in het Europees parlement gaan zitten. Mooi. Maar je niet vergist dat je nog bij Fox aansluit, hè? Zeker niet, zeker niet. Dan heb ik nog één vraag en dan gaan we even één muziekje doen. Ja, leuk. Ja. De ultieme vraag naar het schijnt. Friet of patat, die komt van Baldiman. Je mag daar kort op antwoorden met friet of patat. Croquetas. Oh, wauw. Ja, friet. Friet. Nou, dan gaan we even muziekje nu luisteren. Ja, die zag ik echt niet aankomen, croquetas, wauw. Ik, we zijn zo terug. Jee, Joint Radio. I'm on the radio. Yeah, welkom terug bij de Joint Politics. Mijn naam is 9G Music, maar ik geef het woord aan Anaïs, want het is een Joint Politics. Nou, daar zijn we weer en we zijn in de studio met Raquel Cardia Ermida van der Wallen, voor D66 kandidaat voor het Europarlement, en Reinier van Lanschot, die lijsttrekker is voor zijn partij Volt voor het Europarlement. Juist? Yes. Oké. Okay. Ik heb hier een vraag van iemand die zegt, waarom wil het Nederlands volk geen EU en gaan we er toch mee door? Nou, ik word altijd geadviseerd, niet zeggen, maar dat is eigenlijk niet zo. Het is zag je net aan de poll, hè? Ja, nou, er zijn genoeg peilingen die zeggen dat het Nederlandse volk eigenlijk best wel bij de Europese Unie wil horen. En eigenlijk als een van de, of de ondersteuning voor de Europese Unie, de steun voor de Europese Unie in Nederland is onder de hoogste overal in Europa. Dus ik begrijp dat voor veel mensen dat voelt niet zo. Maar voor een hele grote groep van de bevolking is de Europese Unie juist een heel goed element in hun leven. En als ik daar iets... Oh, sorry. Ja? Nou, ik wil enkel zeggen, neem ik het wel voor mijn rekening. He, ze zeggen toch al van alles tegen me. De schreeuwers staan voorop en die gillen het hardst. Nou, precies. En er is een zwijgende meerderheid die aanvoelt dat Europese samenwerking, dat daar onze toekomst ligt, dat is net zo logisch als 1 en 1 is 2. Maar als we even een gedachte-experiment doen, hè, van oké, welke landen zijn er om ons heen die geografisch, dus op de landkaart, in Europa liggen, maar niet in de EU zitten? Dat zijn er 2, Noorwegen en Zwitserland. En wat je ziet, is dat zij 98% van de alle wetten die in Europa worden gemaakt, 1 op 1 overnemen. Mm. Maar ze zitten niet aan tafel om mee te beslissen. Nou, ik kan je 1 ding vertellen. Als wij uit de EU zouden gaan, dan betekent het niet dat we opeens, net als IJsland, ergens in de Atlantische Oceaan liggen. Nee, dan zitten we nog steeds op dezelfde plek. Zijn we nog steeds een handelsland? Hebben we nog steeds voor die grote problemen de landen om ons heen nodig? Maar dan zijn we zo klein ten opzichte van die massa dat we alles over gaan nemen, maar niet zelf aan tafel zitten om mee te beslissen. Dus dat zou ons alleen maar tegenwerken. Wat ik ook vind wel belangrijk is dat een meerderheid van de Nederlanders wil de Europese Unie, wil
ook hervorming van de Europese Unie. Dat is ook duidelijk. Maar ik zou ook voorzichtig zijn met zeggen van... ja, maar in Nexit zou nooit in Nederland gebeuren, bijvoorbeeld. Want dat hoor je heel vaak. Oh, Nederlanders zijn te nuchter en ze hebben te veel valt gezond. Valt wel mee, hoor. Ja, dat hoor je heel vaak op straat en in de kroeg waar ik vaak zit. Nou, moet je niet zeggen, joh. Ja, hoor. Het is altijd lekker, hè? Een biertje in de kroeg. Maar goed, en daar zeggen mensen... Ah ja, ik maak me zorgen over een mogelijke Nexit, hè, als ik naar Brexit kijk. En de mensen... Ja, maar dat zal nooit in Nederland gebeuren. Nou, ja, oké, dat dachten we voor Brexit gebeurde. Nee. En dat dachten we voor Trump gekozen werd. En dat dachten we voor heel veel gebeurde wat we nu hebben gezien. Dus ik zeg, ja, er is nog steeds heel veel draagvlak voor de Europese Unie binnen Nederland. Maar wij moeten altijd voorzichtig zijn. Wij moeten dat altijd koesteren en niet voor lief nemen. En wat interessant is dat mensen het gevoel hebben van... hé, we hebben dat referendum gehad over de Europese grondwet. Toen hebben we nee gezegd. En het lijkt wel alsof Europa ons een beetje door de strot wordt geduwd. Alsof we niet zelf daar invloed op hebben op wat er gebeurt. En het grappige is dat we eigenlijk, als je het over Europa hebt... vaak alleen maar horen van of we moeten alleen maar alles Europees maken... of we moeten een Nexit. En nationale politici die hebben er weinig belang bij om te vertellen welke visie zij op Europa hebben. Dus mensen hebben het gevoel van we zitten op een trein die de EU heet en ik heb geen flauw idee waar die heen gaat. Want Rutte heeft geen flauw idee waar die heen gaat. Niemand heeft een flauw idee waar die heen gaat. Dat weet je met niets, hoor, dus wat dat dan gaat. Maar dus op het moment dat we niet met elkaar het gesprek hebben van wat voor Europa wil jij in de toekomst, ja, dan voed je ook die Nexit eigenlijk, die Nexit stem. En dus vind ik het heel belangrijk om het juist te hebben over... oké, wat wil je wel doen, wat wil je niet doen? En wij hebben een boodschap van veel verdergaande integratie... omdat we denken dat dat de enige manier is om die grote problemen aan te pakken. Maar als iemand anders een andere mening heeft... dan moeten we dat met elkaar gaan bespreken. En we moeten niet te veel van of erin of eruit. Het is een feit, het heeft de afgelopen 70 jaar ons superveel gebracht. Maar het instituut is verouderd, de wereld is veranderd. Tijd om het naar de 21ste eeuw te trekken... Tijd voor Volt. Oké, nou dan de volgende. Waarom moeten de salarissen van die EU-politici zo wanstaltig hoog zijn? Dat kan ik uitleggen. Ja, vertel. Het is een gemiddelde van wat alle parlementariërs in alle verschillende landen verdienen. Dus in Italië verdient een parlementariër 500.000. En voor hen vinden zij dus wat is het, 200.000 euro relatief weinig. Ik vind dat heel veel geld. Daarom heb ik ook gezegd dat als ik word verkozen... dat ik de helft van mijn salaris terug zou geven aan Volt... omdat ik niet nodig vind om zoveel te verdienen... voor iets waarbij je de publieke zaak dient. Wat ook belangrijk is, en ik denk dat veel mensen zich zorgen over maken... is ook die ontransparante wijze... welke die het publieke geld besteed wordt in het Europees Parlement voornamelijk. Ja. Nou, ik denk dat daar hebben we heel veel te winnen. D66 heeft keer op keer amendementen, moties en van alles gedaan... om meer transparantie te bereiken. Zodat de declaraties van Europarlementariërs bijvoorbeeld openbaar worden... en controleerbaar worden of op makkelijke wijze controleerbaar worden. Daar ben ik heel trots op. Ik denk dat als wij dat duidelijk uitleggen... aan de mensen dat wij dat willen en dat prima haalbaar is, dat veel mensen zouden denken, oké, nou, het is misschien veel geld, maar tenminste heb ik wel inzicht in hoe dat besteed wordt. En dat nu niet gebeurt, dat is echt een botte schande. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dus de mensen die daar boos over zijn, die hebben ook gewoon gelijk. Ik zal nooit zeggen dat de EU in de huidige vorm perfect is, hoor. Dat zijn de eerste dingen die wij aan willen pakken. Ik zeg ook om die intransparantie, weet je, sommige stemmingen zijn ook nog niet openbaar. Als ik in het Europees Parlement zit, dan zorg ik dat alles wat ik heb gestemd en waarom ik het heb gestemd, wordt toegezonden aan mijn achterban, openbaar op de website wordt gepubliceerd. Ik wil mijn agenda openbaar maken. Dat mensen gewoon kunnen zien, hé, met welke lobbyisten spreekt hij, met welke mensen gaat hij om, wat voor werkdagen maakt hij. Zodat mensen het vertrouwen weer terug kunnen krijgen in de politiek. Want dat is een van de grootste dingen die er nu mist. Mensen vertrouwen het niet meer. Ja. En niet alleen in het parlement, sterker nog, wij moeten alle onderhandelingen, bijvoorbeeld in de raad, met de commissie, in triloog. Die zijn die onderhandelingen tussen de raad. De lidstaten, de commissie en het Europese parlement... die zijn ook volledig ontransparant. Dat moet ook openbaar worden. Ja, ik denk dat het voor mensen ook vaak heel moeilijk is. Want als je kijkt, er zitten een heleboel landen in... waar corruptie nog hoogtij viert.
Yes, en daarom zet Volt zich ook vol in al die landen tegen corruptie. We zijn in Roemenië en in Bulgarije actief. Daar doen we alles aan om de corruptie zoveel maar mogelijk te bestrijden. Maar dichterbij ook Italië. Dichterbij, en ook in Italië. Dat is toevallig het land waar Volt het grootste is. De oprichter was, een van de oprichters was een Italiaan. En daar doen wij er alles aan om ons ook in te zetten voor die idealen waar Volt voor staat. Dus dat betekent ook dat we in 12 van de 28 landen is het homohuwelijk niet toegestaan. Wij zetten ons in alle landen van Europa in om het homohuwelijk te legaliseren. Wij zetten ons in alle landen van Europa in tegen die corruptie. En ik denk ook dat dat de kracht is van een Europese partij. Dat wij op al die verschillende fronten en in al die landen tegelijkertijd daaraan kunnen werken. Ja. Had je nog wat toe te voegen, Raquel? Nou, ik zat heel hard te denken. Want, en natuurlijk ik hoorde het. Ja, ik kom uit Spanje. En daar is corruptie historisch een heel groot probleem geweest. Maar wat ik ook merk is dat als wij corruptie een soort van onacceptabel toestand maken binnen de Europese Unie, dan worden ook landelijke partijen veel meer veel voorzichtiger, zeg maar. Als anticorruptiemechanismes echt vanuit Brussel gehandhaafd worden, dan worden de landelijke partijen veel voorzichtiger mee. Maar dat neemt een daadkrachtig slagvaardige Unie. En dat kunnen we alleen als we partijen in de macht in Brussel, in het parlement hebben, die echt in een verenigde Europa geloven. En daarom vind ik het echt zo belangrijk. Wij hebben hier twee partijen met twee verschillende achterbanen, met twee verschillende achtergronden, maar die allebei denken, oké, een sterk Europa is ook goed voor de toestand in de landen zelf, in de verschillende lidstaten. Ja. Zodat je niet meer dat soort affaires als met ik haal het even aan de PP kan krijgen, die heel veel geld wegsluist op verschillende ministeries en zo. Nou, dat bijvoorbeeld, dat moet nog bevestigd worden natuurlijk. En, zaken, maar het vreemde is ook dat dus in het Europees Parlement, omdat ieder land en iedere partij eigenlijk te klein is om daar een groot blok te vormen, werkt iedere partij samen met partijen uit andere landen die ongeveer hetzelfde denken. Okay. Dat klinkt heel logisch en normaal. Maar in de praktijk betekent het dat de PvdA samenwerkt met een partij uit Roemenië die super corrupt is. En zo heeft iedere partij in Nederland, die werkt wel samen in zo'n fractie, wordt het genoemd, met een partij die corruptie gewoon volledig laat groeien in hun eigen land. En dat soort samenwerkingen zouden ook moeten stoppen. Ja. Nou, ik denk dat wij even een kopje koffie gaan drinken. Yes. Ik gooi wat zijn muziek eronder aan, denk ik, hè? Lekker. Ja. Ja toch, ja toch. Oké, tot zo. Yes, we zijn zo terug. Yay, Join Radio. Jawel mensen, welkom terug bij de Joint Radio. Mijn naam is 9G Music. Het is een joint politics, dus Anaïs, ga je gang. Oké, ik ben nog steeds in de studio met Raquel Cartia Ermida van der Wallen en Rijn van D66 en Renier van Lanschot. Beide kandidaten, zelfs Renier lijsttrekker voor Volt voor het EU-parlement. En we gaan verder. Jopie van der Tillaert, SP-bestuurslid, die zei van de week tegen mij, of tegen een paar mensen, zei ze, ik ga wel stemmen om dezelfde reden als Anaïs. Maar als ik Kiefer Hofstad zo zie, dan denk ik toch ook aan iemand de dokter bellen. Meer macht naar Brussel? Dat is niet mijn feestje. Winterzomertijd moet de EU eerst nog 3 jaar overpolderen. Ze meer macht af de sleutel van bijvoorbeeld ons geld geven? No way. Nou, pak hem maar. Ja, oh. Nou, ik ga mijn gang. Ja, kijk, over Guy of andere leiders. Het lijkt me niet dat het veel toevoegt aan de discussie. Mm-hmm. Nogmaals, zoals eerder met Forum. Ik wil het hebben over de inhoud. Mm. En ik wil het hebben over de inhoud en de toegevoegde waarde van ALDE. De groep, de fractie in het Europese parlement waar D66 zit. Nogmaals,
de Europa-partij, de Europa-fractie. Ja, we hebben heel veel bereikt voor onze Unie. Niet alleen met kleine dingen, maar vooral met grote dingen. Grote vertegenwoordigers van de rechtsstaat, wat we eerder zeiden met Hongarije en Polen. Voor mensenrechten binnen, buiten Europa. Voor meer verenigde Europa. Tegen Brexit. Die zijn de dingen die Europeanen echt iets aan hebben. En niet de kleinere dingen waar het parlement ook over gaat. En misschien zou minder over moeten gaan. En wat ik daaraan toe zou willen voegen is dat ik het interessant vind dat iemand van de SP zo tegen Europa is. Want juist wat zij willen bereiken kan beter als je het op grotere schaal in Europa doet. Als je echt groeiende ongelijkheid radicaal wil aanpakken, dan moet de SP dat in Europa regelen. Dus ik denk ook, en dat besef is er nog te weinig, voor of je nou links of rechts aan de kant van het politieke spectrum staat, de toekomst ligt in Europa. Ja, als we terug naar die SP-punt natuurlijk. Want als we naar Brexit kijken. Hè? Ja. Brexit of de bedreiging van Brexit is een menselijke drama. Het is een drama van alle kanten. Maar het is vooral een menselijke drama. Zoveel mensen, miljoenen mensen die absoluut geen zekerheid over hun toekomst hebben. Die niet weten wat voor paspoort ze mogen houden. Die niet weten of ze mogen stemmen of niet stemmen. Die niet weten of ze morgen een baan hebben. De SP moeten interesseren. Ja, maar dan heb je het over de Brexit. Hè? En bijvoorbeeld dan zeg je van, we moeten naar de inhoud kijken. Laten we niet vergeten dat de Brexit eigenlijk op poot gezet is door een steltje Engelse populisten. Dat klopt, dat klopt. En dat is wat gebeurt als wij niet serieus nemen de bedreiging van zulke populistische boodschappen. Daarom zei het eerder, ja, wij kunnen niet zeggen van Brexit zal nooit gebeuren. Ja, laten we hopen niet. En wij gaan zeker met hart en ziel vechten zodat dat nooit gebeurt. Omdat wij die menselijke drama niet willen. En dat geldt ook voor de arbeiders, voor de mensen met de laagste inkomen. Die lijden het meest eronder. Daarover dan. Ik heb van Frits ten Hoven, die zegt 30 jaar neoliberaal beleid heb je niet zomaar afgebroken. Maar ik ben toch hoopvol. Kijk eens hoeveel mensen er nu op de been komen in de publieke sector. Ja, en het is mooi dat hij deze vraag stelt. Want wat je eigenlijk ziet, ook op dit punt zijn we nog heel erg ingericht alsof we in 1970 leven. En ik denk dat bij een economie van de 21ste eeuw, een circulaire economie die veel meer rekening houdt met planeet en mens, daarin kan Europa voorop lopen. Daarin wil Volt ook vol investeren. En dat is ook tijd. We moeten afstappen van de BV Nederland, waarin we mensen zien als consumenten en denken dat de enige graadmeter voor succes van een land het bruto nationaal product is. Dat klinkt erg socialistisch. Nou, ik denk eerder dat realistisch klinkt. Kijk, het kapitalisme. Ik heb het altijd geweten. Socialisme is realistisch. Maar kijk, het kapitalisme heeft ons de afgelopen 50 jaar waanzinnig veel gebracht. Wereldwijd toename mensen die tot drinkwater, tot eten, tot gezondheidszorg, tot afname in kindersterfte. Dus de wereld is er echt op vooruit gegaan door 50 jaar kapitalisme. Alleen is het nu wel tijd om een andere factor daaraan toe te gaan voegen en naar meer te kijken dan alleen ongebreidelde groei. En daarom wil Volt ook een basisinkomen gaan introduceren. En dan kan je ervoor zorgen dat iedereen mee profiteert van die groeiende welvaart. Nou, kijk, ga je gang. Ja, even teruggaan naar het idee van een neoliberale Europa of een Europa die te veel gedomineerd door de markt de laatste 30 jaar is geweest. En hier wil ik mijn lijstduwer Jan Terlouw citeren. Het is waar, wij zijn tot een zekere mate te veel met de markt ingegaan, op pad gegaan. De markt heeft heel veel gebracht, maar ook heel veel afgenomen. Dus ik denk dat wij moeten wel terug naar een meer menselijke kijk, ook op Europese problemen. Ook op Europese oplossingen. En niet alleen die om geld draait, maar ook die zorg en oog voor dingen zoals het planeet heeft. En uiteraard. Daarvoor is een sterk Europa zeker nodig. Want je ziet dat de grote bedrijven zijn zo groot geworden dat voor een gigantisch farmaceutisch bedrijf dat medicijnen maakt, is Nederland maar 0,5% van de omzet per jaar. Ja. Dus als we kunnen met Nederland wel roepen, hey, we willen dat je aan deze regels houdt, dan zeggen zij, oké, prima, dan doen we niks meer bij jullie. En ook voor dat soort dingen geldt, Europa is de enige die in de huidige wereld echt daar een vuist tegen kan maken. Dus dat geldt voor bijvoorbeeld een vuist tegen gigantische bedrijven in de medicijnensector, maar het geldt ook voor
ten opzichte van China. Als je kijkt naar de technologie. Weet je, de laatste anderhalf week is veel in het nieuws geweest. China probeert de EU uit elkaar te drijven. Dat was met het Huawei. Ja, met Huawei, met 5G, wat zij bij ons willen aanleggen. Ja. Dat zijn dingen waar we niet afhankelijk moeten worden van de landen om ons heen. Maar dat doen we nu met gas. Ja, dat doen we inderdaad ook met gas. Dus dat is natuurlijk ook wel weer lotemout eisen. Met het een willen we niet en we doen wel met het andere. Ja, maar daarom en juist daarom moeten we een Europese energiebeleid hebben. Wij kunnen niet afhankelijk zijn voor het gas van landen zoals Rusland bijvoorbeeld. Ja. Dus die zijn inderdaad uitdagingen die wij veel beter samen aanpakken. En dus van het gas af. Dus van het gas af, ja, uiteindelijk wel. Maar dat moet natuurlijk geleidelijk gebeuren, want ineens kan niet. René stroopt nu zijn mouw op. Het is hier een beetje warm hoor, niet omdat ik per se andere houding aan wil nemen. Wil wel zeggen dat historisch gezien Europees van het gas afgaan is wel een van de beste keuzes die Europa heeft gedaan überhaupt. Dus ja, ik zeg doen. Dankjewel. Wat ik nog heel veel terugkomend op dat basisinkomen en zeggen dat het socialistisch is. Ik denk ook dat het juist vanuit, als je rechts bent, dat je ook erop uit kan komen dat een basisinkomen het beste idee is om je maatschappij in te richten. Want als je ziet wat voor een hele organisatie we nu op moeten tuigen om ervoor te zorgen dat alle uitkeringen en dergelijke op een goede manier bij de juiste mensen terechtkomen, dan kan het uiteindelijk alsnog goedkoper zijn om een basisinkomen in te voeren dan dat huidige systeem in stand te houden. Ja, dat kan, maar dat is nog niet bewezen. Hè? Dus sommige experimenten hebben dat daarmee geëxperimenteerd en het lijkt niet helemaal duidelijk of dat zo is. Dus wij zeggen ook niet van hey, als wij nu als wij verkozen worden dat het morgen direct zo is, maar we gaan wel op grote schaal experimenteren om te kijken wat de effecten daarvan zijn en dat dan na verloop van termijn helemaal uitrollen over heel Europa. Omdat het in theorie een heel goed idee is. Maar Volt is bij uitstek een partij die zijn beleid op wetenschappelijk onderzoek stoelt. Dus alles wat wij doen, daar is over nagedacht. Dat is al, willen we dus uit gaan testen in de praktijk. En ervoor zorgen dat als het inderdaad werkt, dat we het dan over heel Europa uitrollen. Eens? Niet per se met de basisinkomen. Dat is niet iets wat... Waarom niet? Dat is niet iets wat bewezen te werken heeft. Wat Renier net zei. Ja, het zou kunnen werken. Het zou niet kunnen werken. Er zijn ook twijfels of dat tot meer zelfontplooiing leidt. D66 is zeer van de zelfbeschikking, zelfontplooiing, gelovende kracht, de eigen kracht van mensen. Het zou misschien een goed idee zijn, maar ik denk wel dat wij kunnen ongelijkheid op andere manieren aanpakken. Starten met onderwijs natuurlijk, dat is het beste medicijn tegen kansenongelijkheid. Sorry, moet ik je even in de reden vallen. Geen probleem. Met onderwijs, neem nou eens de studiefinanciering. In principe is het onderwijs veel minder toegankelijk geworden voor een heleboel jonge mensen dan 15 jaar terug. Ja, wat in de formatie en daarvoor afgesproken was en de positie van D66 altijd is geweest, is wij gaan dit proberen. Als het blijkt dat het tot meer kansenongelijkheid leidt, dan moeten we het stelsel weer gaan herzien. En dat blijft onze positie. Dus de evaluatie komt nog dit jaar, als ik het goed heb. En dan gaan we even verder kijken. Ja, ik vind het wel opvallend dat D66, die zich altijd profileren als de onderwijspartij, eigenlijk in dit kabinet daar bijzonder weinig voor doet, als je het mij vraagt. Nou, bijzonder weinig, dat ben ik niet met jou eens. Wij hebben heel veel extra miljarden gekregen voor elkaar gekregen voor investering basisonderwijs, waar de grootste problemen zijn. En een recente enquête onder leerkrachten zegt, ja, klopt, de werkdrukte is afgenomen. Dus ik denk dat D66 heeft heel veel voor elkaar op gebied van onderwijs in het bijzonder in dit kabinet gekregen. En dat zien we dan denk ik anders. Maar wat het interessante ervan is, als je dit even naar een Europees kader trekt, weet je, want wij zijn een Europese partij en we hebben het nu over de Europese verkiezingen, dan zie je dat eigenlijk het niveau van het onderwijs in heel Europa, daar zijn de verschillen veel groter aan het worden. En dat is iets wat als je een onderwijspartij bent, wat Volt ook is, omdat wij ook ons in willen zetten juist voor die kansengelijkheid en de basis daarvan in het onderwijs ligt, waar wij ons in heel Europa hard voor willen maken. Want in landen als Italië, vanuit het laatste OECD-rapport waarin wordt gezegd wat de staat van het onderwijs is, is dat ontzettend aan het aftakelen. En ook daar willen wij ons dus hard maken voor beter onderwijs. Want als heel Europa beter onderwijs krijgt, dan heeft iedere Nederlander daar ook uiteindelijk profijt van. Een beetje het Deense systeem. Ik ken te weinig van het Deense systeem, om eerlijk te zijn, omdat...
Was jij daar niet mee op de hoogte? Een stuk wat ik heb gevolgd ervan. Sowieso is er een onderwijs gratis. Dus ook voor mensen die niet in Denemarken wonen en daar naartoe gaan om te studeren, is het onderwijs gratis. Huisvesting is beter. De huurprijzen zijn hoger, maar het salaris is ook weer hoger. Dus al met al vierdaagse werkweek, het is draagbaarder. Laten we het zo zeggen, om student te zijn in Denemarken. Dus terwijl ik dat zeg, vraag ik me af wat de fuck ik hier eigenlijk aan doe. Het is waar en dat heb ik zelf ervaard. Een beetje persoonlijk verhaal, maar ik kwam naar Nederland voor de liefde eigenlijk. Maar wel met een Erasmusbeurs. Wel op latere leeftijd, ik was bijna 30 namelijk. Leg even uit wat een Erasmusbeurs is. Een Erasmusbeurs is een beurs wat je krijgt als je van een Europese land naar een ander Europese land gaat studeren. Binnen de HBO of universiteit systeem. Okay. Dus daardoor kon ik mijn politieke wetenschapsstudie in Nederland gaan vervolgen, mijn derde jaar. En wat ik meteen merkte is dat wij hebben theoretisch een Europese onderwijsruimte. Maar eigenlijk het verschil tussen het niveau voor mijn studie in Spanje en het niveau in Nederland. Nou, dat zat een behoorlijk gat tussen. Mm. En het Nederlands niveau was hoger. Ja, natuurlijk voor andere studies en zeker in de technische wereld is dat wel een probleem. Dus wij moeten wel zorgen dat alle Europeanen op dezelfde niveau onderwijs krijgen. Dat gelijk getrokken wordt. En over die zogenaamde Erasmusbeurzen, dat is in het verleden vooral geweest voor mensen die dus universitaire studies doen. Dat is al iets uitgebreid, maar Volt wil daar nog veel verder in gaan, zodat mbo'ers ook allemaal makkelijk over de landsgrenzen heen kunnen studeren. Want dat is een grote toegevoegde waarde voor menselijke ontwikkeling, maar ook voor je vakinhoudelijke ontwikkeling. Dus we willen daar meer standaardiseren, zodat meer mensen er gebruik van maken en beter over informeren. Zodat inderdaad iedereen de voordelen van de EU krijgt. Ja, dat hebben we ook in het programma. En daar kunnen we zeker samen op trekken. Wij zijn niet de enige partij. Andere partijen buiten Nederland willen dat ook. Dus wij denken ook vanuit D66 dat daar een hele grote kans in de volgende parlement ligt. Om de Erasmus-programma of Erasmus Plus, zoals het tegenwoordig heet, die kan veel meer mensen bereiken. Oké, dan komen we bij Sjane. De Europese Raad, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement. Het duizelt mij. Kan dit niet makkelijker? Zoiets als de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Dat is een hele terechte vraag. Ik zeg ook vaak tegen mensen van ja, de grootste problemen van de EU zijn eigenlijk dat mensen het saai vinden en dat het heel complex is. Maar het grappige is dat iedereen over de thema's waar de EU over gaat, dat ze daar wel een uitgesproken mening over hebben. En veel mensen om me heen weten meer van hoe het Amerikaanse systeem werkt dan het Europese systeem. En op de middelbare school krijgen mensen gemiddeld 3 kwartier les over de EU. 3 kwartier. Ja, ik ben er nu al 1,5 jaar mee bezig en het is zo ontzettend complex. Ja. Ik overzie het geheel ook niet. Dus ik begrijp het gevoel. Nou, ik ben ook gek geworden van de week. Ik begrijp deze gedachte afmaak. Ik begrijp het gevoel van Sjaan volledig. Want het is ook heel erg lastig om dat helemaal te doorgronden. Maar we zijn met 28 landen. En 24 verschillende talen en verschillende culturen. Op een vreedzame manier, allemaal tegenstrijdige belangen en conflicten die we vroeger met geweld oplosten, zijn we nu door te praten met elkaar aan het oplossen. En om ervoor te zorgen dat we met iedereen rekening houden en samen verder komen, moet het ook wel heel moeilijk zijn. Weet je, als ik soms met een best een grote familie, met mijn familie ga bepalen waar ik 's avonds ga eten, dan kan het al lastig zijn. Laat staan dat je met honger naar bed. Laat staan dat je met 500 miljoen mensen over alle belangrijke dingen van het leven moet bepalen. Dus het moet ook wel een beetje complex zijn om ervoor te zorgen dat we met alles en iedereen rekening houden. Maar ik begrijp het wel volledig, want het is lastig. Maar het zou, naar mijn mening, zou het heel veel doen voor de transparantie of de hoe mensen dat beter zouden kunnen begrijpen als zeer onlogische dingen niet gebeuren. En bijvoorbeeld nu het parlement, het directe gekozen vertegenwoordigend lichaam van de Europese Unie als enige, heeft geen wetgeving kracht. Mm-hmm. Ze kunnen geen wetten voorstellen. Dat ligt alleen aan de lidstaten en aan de commissie. Nou, de regering van de lidstaten zijn wel democratisch gekozen, maar de commissie niet. Dus als we zeggen, ik denk dat je hierbij alweer mensen kwijtraakt. Ja, dat, sorry. Om het begrijpen. Ja, het is een kluwe wol. En je moet hem afwikkelen om bij
de essentie van die kluwe te komen. Ja, en als ik dan dat dan mag proberen, is we zijn zo nationaal ingericht dat we eigenlijk alleen maar de meningen van nationale politici horen en alleen in nationale media hebben. Ja. Dus Volt wil ook dat er een Europese publieke omroep komt, zodat je ook meer informatie over heel Europa tot je krijgt. En dat we ook een Europees publiek debat kunnen gaan voeren. Dat ik in gesprek kan gaan met een conservatief uit Spanje, die misschien wel wil dat de grenzen helemaal op slot gaan, waar ik zeg dat we een humaner migratiebeleid moeten hebben als het op vluchtelingen aankomt. En als we over het arbeidsmigratie hebben, beter de vraag en het aanbod op elkaar aan moeten sluiten. Maar dat je dat gesprek in ieder geval kan voeren op het niveau waar het thuis hoort. In heel Europa. En daar zou een Europese publieke omroep een eerste stap in de goede richting zijn. Raquel, wat vind je van een Europese omroep? Nou, ik vind dat het al bestaat voor wat nieuws betreft. Wij hebben Euronews al heel lang en dat was weinig succesvol. Dus ik vraag me af of dit echt een idee om weer een beetje elan te geven is. Of de grootste prioriteit zou moeten zijn. Ik denk echter dat het de Europese politici en zeker Europarlementariërs veel harder moeten werken om onze boodschap terug naar alle Europeanen te brengen op allerlei manieren. Ja, en omdat het een complex geheel is, vraagt het ook natuurlijk dat je op heel veel verschillende facetten tegelijkertijd dingen doet. Dus als je alleen een Europees publieke omroep zou doen, dat als enige zou niet opeens de wereld van verschil maken. Maar dat in combinatie met een Europees gekozen regering, een Europees gekozen president, echte Europese partijen, dan al die dingen samen gaan ervoor zorgen dat het voor mensen als Sjaan veel begrijpelijker wordt. En gaan er ook voor zorgen dat we de burgers, de mensen in Europa, veel meer bij de democratie betrekken. En dat is nodig. Oké, dan ga ik over naar het volgende. Dat is weer van Frits den Hoven. Brussel is een groter gevaar dan Wilders of Baudet. Waar Wilders en Baudet dromen van macht, grijpt Brussel die. Wilders en Baudet komen niet verder dan x aantal mensen. Brussel krijgt de macht van Den Haag. Ja, sorry, dit is echt zo'n onzin. Ja. Want dat zijn wij, hè? Ja. Wij zijn Europa. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat is ook de campagneslogan van Volt. Ja. Wij zijn Europa, allemaal. Wij doen dat. En dat is juist een manier als je zeg maar als mens soevereiniteit wil houden over wat er in je omgeving gebeurt, dan moet je juist een verdere democratie in Europa willen. Want dan kan wat jij wil doorvertaald worden naar een veel grotere schaal. Ja. En het probleem is dat landelijke overheden blijven de schuld aan Brussel geven. Alsof Brussel een soort van entiteit die helemaal gescheiden is van die overheden. Dat is niet zo. Rutte en Gomes uit Spanje en Macron die gaan naar de Europese Raad en ze gaan dingen met elkaar beslissen. En die zijn gekozen, democratisch gekozen leiders. Dus ja, dit idee van Brussel grijpt de macht. Nee, Brussel grijpt geen macht. Brussel heeft democratische toegegeven macht. Ja, en omdat mensen als Rutte en voorgangers van hem en andere regeringsleiders in Europa continu dat blijven doen, dus de schuld aan Brussel geven en het succes van Europa als hun eigen succes blijven claimen, maar ook omdat ze in Brussel, als ze daar zijn, hele andere verhalen vertellen dan hier thuis. Dus dan zeggen ze in Brussel, zegt Rutte, jongens, we moeten een gemeenschappelijk buitenlandbeleid hebben. Laten we minder gebruik maken van onze veto's. Hij is terug. Er komt een voorstel voor belastingvernieuwing. En hij vetoet het direct. Dus omdat dat de afgelopen 40 jaar is gebeurd, kunnen heel veel mensen ook, als je het maar een beetje van de zijkant meekrijgt, niet begrijpen wat echt de toegevoegde waarde van de EU is. Dus ik snap wel waar deze vraag vandaan komt. Alleen in de praktijk is het gewoon helemaal niet zo. Nou, en daarom. Ja, daarom wil, dat is zeer duidelijk op ons programma gezegd, wij D66 wil dat het kabinet en de premier moet voorafgaande aan onderhandelingen in Brussel en na de onderhandelingen, dat zij proactief de Tweede Kamer gaan informeren van wat de positie van de Nederlandse overheid is tijdens de onderhandelingen en daarna wat het resultaat was. Nou, het lijkt me eigenlijk, eerlijk gezegd, droom ik soms stiekem van een groot ingrijpen vanuit Brussel. Wat ik daarmee bedoel bijvoorbeeld is als het demonstratierecht wordt ingeperkt, dat degenen die daaraan meewerken gewoon echt worden opgepakt en vervolgd. Als het bed, bad en brood niet aan wordt voldaan, dan worden deze mensen die zich daar niet aan houden opgepakt. Grootschalig frauderen van banken gewoon voor het Den Haag-tribunaal. Ik vind het allemaal geweldig. Ik vind het allemaal goed. Ik droom even verder.
En dan, maar omdat dat niet gebeurt, zie ik ook niet echt eigenlijk de grote macht van Europa. Op dit moment. Nou, kijk, er was een artikel van de week in volgens mij NRC. Of een interview met een Brexit-expert. En die zei, Europa is een machtsfactor geworden. Wij hebben dat met Brexit gezien. Een van mijn collega-kandidaten, Felix Klos, is een expert op gebied van Verenigd Koninkrijk en Brexit. En hij zegt altijd, ja, dit is iets wat Europa veel sterker maakt. En hier moeten we ons tegen verzetten dat zoiets zou ook ons kunnen gebeuren. Maar wat we hebben gezien is, nu zijn we meer verenigd dan ooit. En nu kunnen we de UK gewoon echt zeggen van, nou jongens, dit is de deal. En dat is hem. Accepteer het, take it of leave it. Maar dit is de deal. Dat was iets wat voor Brexit veel mensen dachten, ah, nou ja, de UK gaat krijgen alles wat ze willen. Want ze zijn de sterke party hier. Dat is niet zo. Dus ik denk wel dat wij als, zoals in het geval van Brexit, wij verenigden gaan handelen tegen China of met China, tegen Amerika of met Amerika, tegen andere landen in de global scene. Dat wij gaan kijken wat voor macht een Verenigde Europese Unie heeft. Ja. Ja, leuk. En ik vind ook de gedachte van dromen over wat zou er gebeuren als je een sterk Brussel zou hebben. Een sterk democratisch Brussel. Zeker met dit biertje op de achtergrond wil ik nog wel even verder dromen. Het zou er voor mij iets anders uitzien dan jouw droom. Ja. Voor mij zou het bijvoorbeeld zijn dat we echt op grote schaal stappen gaan maken tegen klimaatverandering. En dat we daar als Europa voorop gaan lopen in de wereld. En daar kunnen we ook economisch profijt van hebben. Als wij de eerste zijn die daar echt vergaande innovaties in brengt. Daarom wil Volt ook dat we het budget daarvoor verdubbelen. En op die manier kunnen we echt klimaatverandering tegengaan. Maar ik droom er ook van dat de mensen die nu op de randen van ons continent in vluchtelingenkampen soms al 4 jaar zitten, dat we die mensen normaal gaan behandelen. En dat we het niet meer toestaan dat er mensen omkomen op de Middellandse Zee. Ik droom er ook van dat we zorgen dat die grote techbedrijven eindelijk een eerlijke hoeveelheid belasting gaan betalen. Of dat we ervoor gaan zorgen dat we als Europa echt de liberale waarden waar wij voor staan en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ook af gaan dwingen in de landen om ons heen. Want wat je nu ziet is, omdat we geen gemeenschappelijk buitenlands beleid kunnen vormen, is het heel moeilijk om tegen landen als Saudi-Arabië te zeggen dat ze meer op de mensenrechten moeten gaan letten, ja, en vrouwenrechten moeten gaan verbeteren. Maar ook omdat we afhankelijk van de olie zijn natuurlijk. Ja, nee, ja, natuurlijk. Er zijn heel veel redenen die dat tegelijkertijd hebben. Maar toevallig deze week vond ik een heel chill artikeltje waarin iemand zich verplaatste in Xi Jinping. En Xi Jinping die heeft dus die tocht door Europa gemaakt, dus de baas van China. Ja. En dat die bij zichzelf dacht, haha, als die Europeanen nou eindelijk eens normaal zouden gaan samenwerken, dan zouden ze, ondanks dat ze minder inwoners hebben dan de Chinezen, ons helemaal omver kunnen blazen. Maar in plaats daarvan blijven ze onderling kibbelen. En toen dacht ik, dit is zo waar. Ja. Ik heb toevallig in mijn tas nu een boek die ik wil ook pluggen. De nieuwe keizer van Thies Dams over Xi Jinping. En dat is juist het. Het enige land, zeker met Amerika en de huidige staat, of het enige groep landen die een tegenpool tegen China kan vormen, dat is de Europese Unie. En wij zien het ook op andere gebieden. Bijvoorbeeld het gebied van biodiversiteit en bedreigde soorten en milieubescherming. Dat als de Europese Unie als één partij op de internationale arena gaat optreden, dat is echt, en ik weet niet het Nederlandse woord, maar in goed Engels, een force to be reckoned with. Maar niet alleen tegen China, dat zou ik ook zeggen tegen de Verenigde Staten. Nou, dat zei ik net. Hè? In een situatie waar Amerika helemaal onvoorspelbaar is en wij niet echt meer momenteel als echte ally kunnen beschouwen. Mm-hmm. Ja, het is juist van meer belang dat Europa kan op zichzelf of eigen poten goed en sterk gaan optreden. Daarom is ook D66 een voorstander van een Europese leger, een Europese krijgsmacht. Die ook onze arm in de wereld kan zijn. Daar kom ik zo nog even over. Maar ik ga nu even jullie dromen onderbreken met een nachtmerrie. Oké. Ik ben benieuwd. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet de gemeente in de EU een voorstel van hun wetgeving voortaan ter goedkeuring aan Brussel voorleggen. Een coalitie van 160 burgemeesters, milieuorganisaties en actiegroepen wil de richtlijn tegenhouden, waarin dat wordt verplicht. Ook EU-lidstaten roeren zich.
Amsterdam wil net als veel andere Europese steden onderverhuur via Airbnb binnen de perken houden om de lokale woningmarkt te beschermen. Die maatregelen zijn lastig te realiseren als Airbnb straks in Brussel commentaar mag komen leveren, zegt de Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Als deze richtlijn er komt, kunnen wij de kwaliteit van leven in onze eigen stad niet meer garanderen. Het gaat om meer dan Airbnb. Ook de maatregelen van het Amsterdams gemeentebestuur om het aantal toeristenwinkels in het centrum terug te brengen waren nooit gekomen als we de Europese Commissie eerst om toestemming hadden moeten vragen. Dit gaat toch wel erg ver. Ja, ik denk dat het, en zeker voor liberalen, heel belangrijk. Nou, Europa moet sterk optreden waar het hoort en waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. En niet binnen de grenzen van een land. Het is in principe binnen onze Unie, en dat is dat beslissingen worden genomen op het niveau waar het meest efficiënt is om een bepaalde probleem op te lossen. Of van toegevoegde waarde te zijn. Nou, ik weet niet wat precies voor maatregelen deze coalitie van steden en gemeentes het over hebben. Nou, dat kan ik je heel snel vertellen. Ja. Ben je bekend met de casus van Appingedam? Nee. Nou, Appingedam, dat heeft een beschermd binnencentrum. En die willen al de winkels centreren in het centrum, zodat daar weer loop in komt, dat er leef in de brouwerij. Nou, is een of andere grote gigantenbedrijf die wil buiten Appingedam gaan zitten. Nu is er een probleem, want de burgemeester moet aantonen dat het voor Appingedam dan heel belangrijk is dat ze in het centrum zitten en niet erbuiten, want de EU zegt in het vestigingsbeleid mogen ze daar zitten. Aha, oké. Okay. Dat klinkt inderdaad als een hele vreemde casus. En ook als ik die voorbeelden hoor vanuit Amsterdam. Als ik die voorbeelden hoor vanuit Amsterdam. Amsterdam gaat mij nauw aan het hart. Ik woon hier al 7 jaar. Ik heb een seizoenskaart bij Ajax. Ik hou van deze stad. Waarom zit toch iedereen bij Ajax die we hier krijgen? Ik ben Madridista, ik ben van Real Madrid. En het is heel jammer dat ik hier net één man naar onze nederlaag... En ik ben van Feyenoord. Oh. En om nog wat recalcitranter te zijn. In de lijn van PVV en Forum van Democratie. Ik kijk geen voetbal. En dat is jammer. Ja, maar los van de godenzone en hoe lang we ook daarover kunnen praten... De stad gaat mij nauw aan het hart. En dit klinkt inderdaad als een gekke maatregel. Ik weet eigenlijk te weinig van deze specifieke richtlijn om er echt een heel genuanceerd antwoord op te geven. Maar wat vooral belangrijk is, is dat Europa op die grote thema's bezig moet zijn. En er zijn meerdere voorbeelden waarin Europa soms ook wel eens doorslaat in de regelgeving. Maar dat doet de gemeente Amsterdam soms zelf ook. En de Nederlandse staat soms zelf ook. Dus dat zou niet een reden moeten zijn om te zeggen... laten we de hele EU afschaffen, want het is een grote nachtmerrie. Dat zou een reden moeten zijn om te zeggen... jongens, laten we daar naartoe gaan, uitleggen waarom dit geen goed idee is... en een massa om ons heen verzamelen die dat ook vindt... zodat we het weer terug kunnen draaien. Want dat is wat democratie is. Ja, ja. En inderdaad, die mensen die voor Europa zijn... zijn niet voor Europa, omdat Europa op heel technisch niveau... over dingen zich bemoeit. Het gaat om het ideaal van vrede, van vrijheid, van democratie... van gelijkheid, van een machtspositie in de wereld. Daar gaat het om. En ja, als de Europese Unie te ver gaat in regelgeving... dan moeten we ook durven zeggen... nee jongens, dit gaat echt te ver. En dit neem een stapje terug, ga terug naar de fundering... Maak die sterk en dan kunnen we weer opbouwen. Oké, nou, daar gaan we. Even kijken. Je had het over een Europees leger, hè? Ja. Maar een leger, dat is ook altijd weer... die hebben wapens nodig, die moeten ingekocht worden. Ja. Dat gaat weer ten koste van een bepaald gedeelte van bevolking en dienst meer. Maar... Ik ben nog niet klaar, sorry Anees. Ik wil te graag. Oké. Wat vinden jullie van een Europees leger wat niet is om te vechten, maar meer om humanitaire hulp te bieden? Zie, ik ga er helemaal van stotteren nu. Sorry. dat klinkt als een goed idee. En over die kosten van een Europees leger zou ik ook nog wel willen zeggen dat als we samen met z'n allen wapens inkopen, wordt het een stuk goedkoper. Dat ten eerste. Ten tweede... Amerika geeft ongeveer 3,5% van zijn bruto nationaal product uit aan het leger. Wij 1,1 in Europa gemiddeld. Terwijl we een afspraak hebben gemaakt met de NAVO dat we minimaal 2% uitgeven. Dus eigenlijk is Amerika al heel lang onze veiligheid aan het waarborgen. Nou, nu Amerika een iets minder betrouwbare partner voor ons wordt... moeten wij, vind ik, zelf in staat zijn onze broek op te houden. En dan hoorde ik laatst de generaal op televisie zeggen... het opbouwen van een leger
duurt 30 jaar. Duurt 30 jaar. Dat betekent dat je nu dus al moet nadenken over welke gevaren zie je in 2049 en hoe wil je daarop inspelen. En als ik op die lijn doorredeneer, dan denk ik, oef, we hadden 20 jaar geleden moeten beginnen met dat Europese leger, volgens mij. Zou het dan niet beter zijn om in te zetten op AI? Ja, dat moet zeker ook gebeuren, want het leger van de toekomst en de toekomst van warfare ziet er ook heel anders uit. Het gaat veel meer, weet je, de eerste twee dingen die Rusland deed toen ze Tsjetsjenië en Georgië invielen, was het internet platleggen. Ja. En daarna pas gingen ze naar binnen. Dus we zitten in een hele andere context als het op oorlog voeren aankomt. En dus moet je ook in die technologie gaan investeren. Ja. Niet per se meer vliegtuigschepen. Ja. En zeker in een context waar we weten dat binnen Europa hebben we een gigantisch tekort aan technisch opgeleid personeel. Zeker op gebied van IT. Dan gaan we weer in het onderwijs, hoor. Nou ja, nee, maar goed, het is belangrijk. Ja, is binnen de politie, binnen die intelligence services, binnen de leger, binnen alle zeg je dat in het Nederlands, met alle machten. Ja, macht. Ja, daar hebben we een tekort aan mensen die de warfare van de toekomst, zelfs defensief, kan uitvoeren. Mm-hmm. Nou, dat is wel een probleem. En daarom moeten we beginnen te denken nu als Europa, hoe willen we onze jongeren gaan opleiden, zodat ze die gat ook kunnen gaan invullen. Want Rusland wacht niet, China wacht niet, en Amerika die wacht al heel lang niet. Nou, de oplossing is heel simpel. Als we echt op artificial intelligence gaan inzetten, ik ken kelders en zolders vol waar Call of Duty wordt gespeeld. Geloof me, jullie hebben het grootste leger. Nou ja, maar het is, ik vind dat wel. Nou, het is grappig, maar ik maak me daar zorgen over. Het is een probleem, of ik zie een grote uitdaging in mensen te kunnen overtuigen of voor de publieke diensten te gaan werken. Dat is een kwestie misschien van geld, maar ook misschien van motivatie, misschien van positionering, misschien van meer reclame maken. Ik weet het niet, maar het is natuurlijk een nood voor goede mensen. En misschien zijn ze die in zolders en kelders, Call of Duty. Hoe bereiken we die mensen zodat ze voor onze politie gaan werken? Zodat ze voor onze leger gaan werken? Ik denk ook het probleem is als je kijkt naar de afgelopen jaren hoe oorlogvoering gaat, zijn er heel veel mensen die er ook niet echt heel erg enthousiast worden om in een ander land te sterven, zodat de olie binnengehaald kan worden. En dan heb ik het echt over de Amerikaanse conflicten in het Midden-Oosten. En dat is een hele grote demotivator, kan ik zeggen. Ik wil graag één ding zeggen. Tuurlijk, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is, dat is ook een slechte reden. Maar as we speak is een van de grootste humanitaire rampen in de laatste 30 jaar ze gaan het afspelen. Die hongersnood die Saoedi-Arabië in stand houdt, daar zouden wij... daar gaan honderden duizenden mensen dood. Daar horen we vrij weinig over. Heb je het over Jemen? Ja. Ja. Als wij in Europa een gemeenschappelijk buitenlandsbeleid zouden hebben, dan zouden wij daar veel meer een vuist kunnen maken om af te dwingen dat daar hulpgoederen naartoe zouden kunnen. Ja. En voor dat soort dingen zou ik me zeker in willen zetten. Maar op dit moment zijn we daar niet genoeg toe in staat. Want Nederland aan zich heeft heel weinig te vertellen. Ook als je kijkt naar Venezuela. We zijn niet in staat om als Europa... Nu te zeggen, in Venezuela gaat het helemaal de chaos is aan. Om daar daar kunnen we wel even een paar uurtjes over gaan praten. Ja, hoor. Dat is, want kijk, we hebben nu internet en we hebben nu dus dat we alles horen. Maar geloof mij, dat vroeger in Venezuela, toen daar zeg maar de dictators aan de macht waren, het was enorm veel honger. En kijk, Maduro kan je over zeggen wat je wil, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar toen Chavez aan de macht kwam, toen hadden wel alle mensen gezondheidszorg en ze hadden voedsel. Maar het is ook een spelletje wat de VS speelt, omdat de olie genationaliseerd is. Ja. En dat daarom dat hele geval ook aan de gang is. Dus terug naar die olie. Hè? Ja, ja het blijft om olie. We blijven in die olie zitten. Nou, het is wel natuurlijk een geopolitieke factor van de eerste orde. Olie. Ja. De Europese Unie geeft gezamenlijk 166 miljard euro per jaar aan energieinkoop, aan olieinkoop en gasinkoop. Wij moeten er vanaf, natuurlijk. Ja, en, helemaal mee eens. Ja, en wij moeten een gezamenlijke energietransitie inzetten. En wij moeten ook onze defensie in orde hebben. Wij moeten dat op efficiënte manier doen. Nou, en nogmaals, dat kan alleen als wij verenigen gaan handelen en optreden.
Dan ga ik jullie nog een paar vragen stellen van mensen. Want we zitten echt heel erg... Ik heb nog zoveel vragen, maar die komen niet allemaal aan de gang. Ik neem er even één nog van Joppie van der Tillaert, bestuurslid SP. Het probleem met Brussel vergelijk altijd met een olietanker. Eenmaal op koers, dan wordt de koerswijziging lastig. Zo log en zwaar. In feite is de EU dat ook. Ze doen er al jaren over om iets simpels te regelen. Te log, te duur en te bureaucratisch. Ja, oké, het is inderdaad log. En het wordt alleen maar logger doordat we nog zo nationalistisch denken. We hebben nog steeds de meeste belangrijke beslissingen met unanimiteit. Dat betekent dat ieder land het ermee eens moet zijn. Dat houdt ons in een soort van wurggreep, omdat dat houdt ons het verlamt onze vooruitgang. Ja. Want ieder land heeft wel iets waar ze op tegen zijn. Ja. En terwijl dus in theorie kunnen, als 499 miljoen Europeanen willen dat we een CO2-tax invoeren voor bedrijven, kunnen 500.000 mensen in Malta dat tegenhouden. En dat gebeurt in de praktijk ook. Iedereen wil dat we niet met het parlement tussen Brussel en Straatsburg heen en weer reizen, behalve de Fransen. En zo houdt ieder land wat tegen. Dus als we allemaal een beetje water bij de wijn doen, kunnen we in één geheel veel verdere stappen vooruit maken. En dan wordt het minder log. Dus die SP'er moet eigenlijk minder nationalistisch gaan denken. En dan wordt de EU minder log. Sterker nog, waar is de internationalisme van de SP gebleven? Dat vraag ik me zeer af. Een internationale partij, altijd vanuit de oprichting van de partijen in de 19e eeuw. Ja, dat lijkt een beetje weg te zijn. En nou, dat vind ik echt... Maar die is nooit zo groot geweest. Hè? Het is wel zo dat de PvdA en de PSOE... en die zijn allemaal wel verenigd samen. Hè? Ja, maar goed, de basisgedachtegoed van socialisme... is een internationalistisch gedachtegoed. Dus waar is daar gebleven? Maar goed, terug naar dromen en hoe stroef de Europese Unie gaat. Ja, natuurlijk, dat is zo. En daarom wil D66... en het is voor mij ook persoonlijk ook heel belangrijk... dat wij niet omdat het mooi klinkt, maar omdat het toegevoegde waarde heeft, een meerwaarde heeft, dat wij richting een federale Europa gaan. D66 blijft dat roepen. Het staat in onze verkiezingsprogramma. Wij doen dat al als bijna enige partij al heel lang. En wij zullen dat blijven doen. Omdat het dient een doel van een betere Unie en Unie met meer meerwaarde voor de burgers. Okay. En dan nog op die andere twee punten. En heb ik nog een vraag. Oké, ja, dus hij zegt ook dat het te duur is en te bureaucratisch. Ja, elke overheid is natuurlijk te duur, want je wil het liefst dat het zo min mogelijk geld kost. Maar even dat uit de wereld helpen. 1,1% van ons bruto nationaal product gaat naar de EU. Dat valt echt wel mee. Dus ten opzichte van andere overheden is het helemaal niet zo duur. Bureaucratisch, er werken 55.000 ambtenaren in Brussel. Als je de ambtenaren in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bij elkaar optelt, is het dan meer. Terwijl ze verantwoordelijk zijn voor 500 miljoen inwoners. Tel je dan de straatvegers ook mee? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zijn ook ambtenaren, dat verschilt dan ook nog wel. De stad van Parijs, ja, inderdaad. Ja. Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen, zo bureaucratisch en zo duur is het helemaal niet. Oké, nou, dan de volgende van Frits den Hoven. Over het vestigingsklimaat voor de grote bedrijven, de vergunningen, de inhoud ervan, of ze wel of niet mogen vervuilen en welke boetes moeten worden opgelegd. Daar wil Brussel over gaan. Het Brussel waar de multinationals de vingers in de pap hebben. Ja, nou, kijk, het probleem met de macht van multinationals in Brussel, dat is duidelijk. Maar, ik moet ook zeggen, er is al een poging aangaande om veel transparanter te maken. Ja. En burgers kunnen eigenlijk kijken welke multinationals en welke groepen en groeperingen gaan lobbyen. Ik zou iedereen aanmoedigen om echt te gaan kijken en waar ze merken dat het drukte is geweest of lobby is gedaan. Of dat het vermoed is van een wetgever die te veel de kant van één bedrijf, van één multinational gaat, dat ze dat gewoon gaan oproepen. Want daar zijn ook mechanismen voor. Openheid, hè? Openheid. Nou, die openheid is nodig. Ja. Daarom, dat zei ik eerder, wij moeten gewoon alle transparantie brengen op alle onderhandelingen. Maar er is iets wat de EU Transparency Register heet. Dat is voor iedereen openbaar. En daar kunnen mensen gaan kijken wie in Brussel lobbyt, aan wie, wanneer en waarvoor. Dus ik een oproep aan iedereen om daar een paar keer per jaar te kunnen checken. En ik wil toch ook even zeggen dat we niet moeten doen alsof elke multinational een soort van duivelsinstituut is. Ik heb zelf 4 jaar voor Ahold gewerkt, het moederbedrijf van Albert Heijn. Ah, dat sowieso, maar nee, dus het moederbedrijf van Albert Heijn.
En daar werken ook allemaal mensen die het beste voor hebben met de wereld. En het is niet zo dat zij alleen maar slecht zijn. Wat wel zo is, is dat zij op dit moment gebruik kunnen maken van de verschillen in allemaal regels per land. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk ten koste van hoe eerlijk onze totale maatschappij is ingericht. En dat doen ze niet omdat ze duivels zijn, maar omdat dat ons systeem zo is ingericht. Gelegenheid maakt de dief. Nee, geen dief. Maar dat gezegd, de gelegenheid maakt de dief. Dus als je iets, of je bindt de kat op het spek, laten we het zo zeggen. Ja, nou, zelfs dat zou ik niet zeggen. Er zijn gewoon regels en ze doen iets illegaals. Ze doen gewoon wat kan. En dat begrijp ik, want zij moeten ook concurreren met andere bedrijven die hetzelfde aan het proberen zijn. Dus moeten ze zo slim mogelijk daarmee omgaan. Wat wel een feit is, is dat de enige manier om daar een tegenwicht aan te bieden, de regels te veranderen, zodat ze dat gebruiker niet meer van kunnen maken, dat antwoord in Europa ligt. Dus multinationals zijn zeker niet per definitie slecht, want ze doen ook heel veel goede dingen. Maar het gaat er wel om dat we in Europa de regels maken, zodat we een gelijk speelveld voor iedereen kunnen creëren en een eerlijkere maatschappij. En de regels zou ik toegeven. We gaan eruit hoor. Oh nee. En de regels naleven en controleren. Oké. Okay. Ik sprak met Raquel Cartier Hermida van der Wallen van D66 en met Reinier van Landschot van Volt, een nieuwe partij. Reinier die is lijsttrekker van zijn partij. En Raquel Cartier die gaat voor een plaats in het Europarlement. Mensen, het was ontzettend interessant. We hadden volgens mij nog wel 2 uur door kunnen praten. Precies. Dankjewel, ik vond het erg leuk, Anis. Ja, nou, jullie bedankt dat jullie er waren. En ik wens jullie enorm veel succes. Hey, en zet hem op als jullie erin komen. Hè. Ga voor ons vechten. En vooral mensen, ga alsjeblieft stemmen. Yes, op Volt. Iedereen. Nou, en als je een bijdrage wil leveren aan Volt, kan dat door te gaan naar www.stemvolt.nl. En dan kan je met ons hard maken voor een sterker Europa. Maar vooral gaan stemmen, dat is het belangrijkste. Heel belangrijk. Nou, voorlopig ben ik er even niet, want het gaat een maandje duren. Ja, precies. Maar goed, ik heb weer veel geleerd. Ik heb ook geleerd als het aan deze mensen ligt. En het gaat allemaal goed met Europa. En Nederland besluit toch met de Nexit. Zodra de watersnoodramp komt, dan heb ik gehoord dat alles zo goed gefaciliteerd wordt met het Europees leger dat we gered worden. Dat is wel een kleine opluchting als er een nachtmerrie over de horizon schijnt. Yes, dit was de Joint Radio. Volgende week kom ik weer met iemand nieuws. Nieuwe muziek, nieuwe show. Yeah.